DNA is vandaag gestart met de wijziging van de wet op de staatsschuld, de bankwet en de wet burgerlijke uitzonderingstoestand. Het doel is ruimte te krijgen om het COVID-19-fonds te financieren. In totaal heeft de regering een bedrag van 1,5 miljard Surinaamse dollars nodig om de crisis als gevolg van de coronapandemie te beheersen. Het initiatief om de wetten te wijzigen komt van de assembleeleden Assis Kumar Gayadin en Miquela Sumar Huur. De voorzitter van de commissie is Mahinder Jogi. Hij legt uit waarom het belangrijk is dat deze wetten worden gewijzigd. Voorzitter, als land worden wij geconfronteerd met een aantal zaken. En een van de zaken waarmee wij als land zonder meer worden geconfronteerd is namelijk de COVID-crisis, de pandemie, voorzitter, die niemand en niks bespaart, maar haar werk doet. Terwijl aan de andere kant wij zien dat wij als land, als regering, mensen, bedrijven, personen zich beperkingen moeten opleggen, voorzitter, omdat dat ook gevraagd wordt. Maar ook de financiële economische situatie van het land legt enorme beperkingen op. De wijze van geldelijke beheer uit het verleden, recent verleden, de situatie van staatsfinanciën, daar waar wij vandaag staan, voorzitter, geeft ons enorm veel uitdagingen die wij moeten aangaan, willen wij de samenleving op een adequate wijze tegemoet treden, zeker in deze tijd van crisis. Jogi wijst er verder op dat als gevolg van het slecht beleid van de vorige regering de huidige regering nauwelijks middelen op de begroting heeft om dringende zaken te financieren. Daarom is er volgens hem geen andere uitweg dan de wetten te wijzigen. De regering moet zo gauw als mogelijk de gemeenschap tegemoetkomen met hulp. Diensten die in stand gehouden moeten worden, ziekenhuizen, polies, dat al deze diensten ondersteund kunnen worden, voorzitter. En dat in dat kader wij hier hebben de behandeling van het initiatiefwet om die noodvoorzieningen te treffen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi vandaag bij de aanvang van DNA-vergadering, waarbij de wetten staatsschuld, bankwet en burgerlijke uitzonderingstoestand zullen worden gewijzigd met het doel meer ruimte te creëren om het COVID-19-fonds te financieren. Daarvoor is er minstens 1,5 miljard Surinaamse dollars nodig.